<laughs> ik kan gewoon geen serieuze intro maken als ik dit zie, hè? <laughs> Wat de hel? Hallo allemaal, mijn naam is Storm. En het vandaag zijn we voor Feed the Beast, aflevering 51. En dit is niet mijn wereld. Ik zit nu weer in een. een uh, beetje lag, spike. Um, ik zit in een wereld van iemand anders. Want ik had ik altijd gezegd zeggen in de livestream van vorige keer, episode 50, had ik gezegd um, dat ik uh, andere werelden ging, uh, ging kijken van mensen. En uh, ging kijken of ze wil toelaten. En dit is de eerste wereld. Uh, dit is een uh, monster pack. Kun je zien? Mij waarschijnlijk ergens. Nee. Um, of zie je het ergens rechts? maar het uit. Um, dit is de wereld van Frodo. En. Ik ben net uh, gejoind. Wat is dat nou voor steen? Ah, dat is basalt. En. Ja, ik wilde even eerst uh, 10 minuten van deze episode ook even besteden. En hieraan. En kijk het alsjeblieft. Kan, want. Um, hiermee. Ik wil eventjes hiermee beoordelen uh, of mensen goed genoeg zijn voor de server. Want dan weet je zelf ook, als je het ziet, um, of jouw wereld ook goed genoeg is. Want je kunt zelf ook je wereld opsturen. En dan kun je kijken of je, tenminste van de, mijn beoordelingen van deze wereld en andere werelden, of je zelf ook al um, goed genoeg bent. Want, um, ja. Is wel cool, deze stenen trouwens. Hoppal. Like Aurora-blok uit uh, Twilight Forest. Maar ja, ehm. Um... Als ik het nu zo zie, is zij. Volgens mij is deze jongeman nog niet zo lang bezig in deze wereld. Misschien zie ik het hier. Oh, nee, dat zie ik natuurlijk niet. Um, hij heeft wel een MME-systeempje. Niet zo groot. Even kijken. Er zit niet heel veel dingen in. Een paar diamonds. Um, wat is basic tools. Hij heeft hij een quarry. Die runt op. Uh, waar runt hij eigenlijk op? Oh, op uh, Sterling Engine zo te zien. En hij heeft misschien dan wel een, een mooie start voor een. Uh, een uh, wereld. Hij heeft uh, zo te zien. Heeft hij. Uh... Even kijken. Oké. Okay. Hij heeft dus hier. Waarschijnlijk is het, met, is het met lava. In contact via de nether. Ik kijk wel eventjes. Ik denk dat hier een uh, pump zit. In de nether. Met een uh, endotanker aan vast. Een gokje. Ik zie nog niks. Maar. Ik kan direct al zeggen. Uh, dat ik hem nu nog niet toelaat. Deze jonge man. En heel, heel even simpel uitleggen. Eh. Uh, hij is nog niet zo ver, want dit is echt uh, misschien dit kun je binnen een uurtje, anderhalf uur kun je dit voor elkaar hebben. En ik kan hier het nog niet beoordelen of hij echt goed genoeg is voor de server. Dus ik laat hem nog niet toe, deze jonge man, want het is gewoon, ik zeg dat jonge man, dat het gewoon het is ergens nog niet goed uh, nog niet goed genoeg aan bouwwerkmachines in deze wereld. Maar ja, uh, volgende wereld. ook mensen langs fietsen nu buiten. Deze is van uh, Yari en Weet je, boeit me niet. Oké, okay, ik span niet zo te zien in een cave. En als ik dit ook al zie. Ik zie dus nu hier al uit aan ah, de inventory. Dat hij nog maar. Um, een half uurtje bezig is. Even kijken, dit is echt dit is niet zo heel ver. Dus. Ik, ik denk dat, dat deze dat de mensen zo wild zijn begonnen. toen ik het zei in de stream. Dat is een gokje, maar ik weet het zeker. Misschien is het niet waar. En als ik het hier ook kan zien, is ook niet, niet ver genoeg om, uh, voor het, om, om een beoordeling te geven of ik hem wil toelaten of niet. Dus. Nou, dat is wel grappig, die mod, dat je dat, uh, die uh, damage point ziet. Dus. Uh, deze laat ik ook niet toe. Gewoon heel simpel. Hij is nog niet ver genoeg om een beoordeling te geven. Dus dat leren jullie ook even van. Als je ook wilt joinen, stuur gewoon een tomscheper en de wereld moet echt gewoon. Wel... Oké, okay, dit is de wereld van Jostiga. En ik zie nu direct al, deze is veel verder. Kijk dit. Hij heeft, zoals je ziet, goed armor van Magical Crops. Hij heeft een jetpack. Hij heeft long fall boots van de Gun Mod. Met uh, wat Enchantings. Hij heeft een hele goede zwaard, te zien. Een uh, Clever, Cleaver. Wel um, Stonebound, dat is wel jammer. Goede Enchantings. Hij heeft um, Hard Canisters. En hij heeft hier, zoals je ziet, een uh, Zombie Big Man uh, spanner met een grinder. En een chest als output. Oké, okay, hij heeft dus ook blijkbaar. Kunnen ook Enderman? Heeft hij in zitten? Oké. Okay. Dus als ik dit nu al zie. Ik ga even in game mode. Om een, een uh, beter overzicht te krijgen van deze wereld. Dan, ik review hem alleen maar. En als ik dit nu al zie. Aan hetgeen wat hij gebouwd heeft. Ik zie hier een aantal quarries Die al tot de bedrock zijn uitgehakt. Even. Oh, niet tot de bedrock, maar. Even kijken. Of die zat de bedrock. Ja, helemaal tot de bedrock is die uitgehakt. Zie je nu daar. Oké, okay, net als. Bet eventjes night vision nemen. Um, effect at player. Wat is het nou? 14, toch? Oh, 15. Nee, 16. Dat is hem. 16. 999. ze dus wat drinken, want ik heb nu uh, ook die andere effecten gekregen. Uh, waar is melk? Um, melk. Melk is toch hier altijd. Vind ik nog gek. Nou, we zijn er toch al bijna afgelopen? Als ik het nu al zie, dat is wereld. Wow, dit is echt heel irritant. Even kijken nog. 5, 4, 3, 2, 1. Als ik het nu al zie aan hetgeen wat hij allemaal heeft gedaan. Is, is deze al een tijdje bezig, deze Jostica. Dus. Even kijken, hier was zijn basis. Hij heeft dus duidelijk: heeft hij hier een, een, een Term Expansion systeem. Of opzetten met uh, item ducks. Een Tree Farm heeft hij hier. Arsenal elf Tomcraft. Heeft hij zijn Power dat gaat het Maar dat is gewoon uh, onze bloesem die is aan het uitwaaien. Oké. Okay. Lava generator. Dat is uh, wat dat van. En dat crashte mijn game. En de pc is het ding die blijkbaar weg. Oké. Okay. Um, heel raar. Maar ja, um, deze... Deze jongeman, Jostiga, die laat ik hierbij toe. Wat is dit eigenlijk? Ah, weer een farm. Wat is dit? Ah, blaze. Handig. Even kijken. Waar gaan die blaze rods naartoe eigenlijk? hier langs en die gaan dan... Ho, oh, ho, lag spike. <laughs> ah. Hij wil trophies en military red hearts hebben. Oh, dat is handig. Maar ik laat... Uh, Justieke laat ik hierbij toe. Want uh, zijn wereld heeft hij al hartstikke veel aan gedaan. Kun je zien, hij heeft... Uh, hij heeft quarry systeem. Hij heeft een uh, mob dus Hij heeft wat huisjes. Hij heeft uh, lava generators. Hij heeft hier... Uh, even binnenkijken wat er eigenlijk is. Best wel benieuwd. Oh, damn. Dat is fancy. Haha. <laughs> Dit ding is echt cool. Want dat ding blaast je weg. Oh, even in survival gaan. Oh, mag blijkbaar niet. Oké. Okay. Maar ja, um, ik wil nog één ding even checken. Dat ik altijd meestal bij een wereld die ik uh, goed keur. Even kijken voor, uh, wat er voor caves hij heeft. Dat is wel leuk om te weten. Ah, hij heeft hier ook nog wat. Shh, stout. Even dat ding testen. Oh, hij is wanted kill. Hm, dat is raar dit. Even kijken. Even dit ding plaatsen. En... Oké, okay, je ziet duidelijk de quarries daar. Ah, strip mine. Weet je, helemaal perfect. Deze laat ik toe, omdat hij gewoon hartstikke veel in zijn wereld heeft gedaan. En... Hieruit kan ik duidelijk gewoon beoordelen of hij uh, geschikt is. En ik denk het wel. Dus um, ik, stuur, ik stuur hem een mail. En dan ga ik nu even toe naar de volgende. Oké, okay, dit is de wereld van Luc Briel. Als het goed is. Ik weet niet zeker of ik het goed uitspreek. Even kijken. Oh, zonde van die diamond erop. Um, even kijken. Diamond Armor. Goede enchance om te zien. Oeh, hele, go hele goede chance. En als ik het nu al zie. Even kijk die chance, Fortune. Of efficiency 5. En gezien dat comments aanstaan. Uh, allow cheat zo. Ben ik heel erg bang. Dat hij. Of misschien ook niet. want... Zo'n soort ding krijgen met efficiency 5 dat is meestal. Dat, dat doe je niet zomaar. Dat, krijg je, dat kun je niet krijgen met een Enchanting Table. Dan moet je FCC5 met Forge. het ding combineren. En omdat. Uh, combineer ik als heel veel levels. En ik zie geen enkele XP-farm hier. Even dit ding uitzetten. Dat is heel irritant. En. ik ben heel erg bang. dat hij. die tools. geënchant heeft. met. Uh, met deze. met deze. optie. Even kijken waar die zit. Als het goed is dus kun je, als je een uh, tool neemt. moet um, okay, ik even iets uh, pakken. Um, even cheat mode aanzetten. Was jou aan? Hier, zie cheat, wat was jou aan? Wauw. Um, give ads player 301. Als je dan hier, als je op een tool zit, kun je dat enchanten namelijk. Voor mij is het, het de toets was het x, ik weet niet zeker wat het nou was. Keybindings. Inventory. Ja. Maar ik ben bang dat hij deze. Dit, dat dit zijn geen legit en chance. Dat kan ik nu zien. Dit is gewoon hartstikke. Super ding. Super ding. Super ding. Super ding. En. Even kijken. Ja. En verder in zijn. turm was het helemaal niet. Helemaal niks van. Uh, um, slechte tools. allemaal perfecte tools. Heel erg. Ik um, moet zeggen. Um, verrassend. Dus ik ben heel erg bang dat hij de Easy Ding heeft gecheat, Dat, dat moet wel. Want uh, hij heeft ik zie nergens een XP van. Ik wil even kijken met een XR-machine. Uh, en misschien klinkt het allemaal een beetje zo. Wie um, uh, weet hoe ik het moet zeggen. Maar. Dat ik, dat ik te snel die, deze uh, conclusie trek. Maar ik, ik heb wel wat ervaring met uh, werelden van mensen uh, bekijken. Ik kreeg één keer een wereld opgestuurd van iemand. Uh, ik zie daar wel een tunnel. Ik kan even daar naartoe gaan. En die wereld had iemand een. Uh, um, ja. Uh, ik, ik had van hem gekregen. Uh, een wereld. Hij had full diamond armor. Op elk, elk armor piece had. Uh, fire protection, blast protection. Projector protection, protection. En een breaking. En thorns. En ik heb toen. Uh, wat ik heb gedaan, ik heb toen. Uh, ik heb zo'n, uh, ook het zware precies alle chance die je kan hebben. Ik heb toen zo'n dus machine gemaakt, dit ding. En wat, ik, ik ging even kijken, wat zag ik? Um, ik zag geen toortjes, nergens. Want zijn spawn, zijn huis was echt bij de spawn. Ik zag dus geen enkele torch, Dat is heel, gewoon heel raar. Ik zei tegen hem, uh, ik stuurde terug van jongeman... Die, die, dat arm wat je hebt, dat is gewoon onmogelijk. Dat kun je niet krijgen vanilla. Dat kan niet. Je kan niet protection en fire protection tegelijk hebben. Dat is onmogelijk. En dan dus zei hij. hij uh, dat, dat, dat reageerde niet op, maar hij zei tegen. Want ik had tegen hem gezegd: uh, uh, Ik zie nergens torches. Ik zie nergens strip mine. Hij zei dat het had opgedicht. En dat hij zijn torch had ver, uh, weggehaald. Nou, in zulke geval heb ik ook. Uh, meegema uh, uh, meegemaakt. Maar niet zo erg. Dat, is niet, dat ik ben nooit zo erg als. Uh, wat ik dus net zei. Maar ik ben bang dat deze jongeman ook niet echt legit heeft gedaan. Want deze tools. Waarom zou je efficiency 5 hierop zetten? Dat heeft geen nut. Want dat zou je... heeft alleen het als je een uh, beacon hebt. Dus ik ben heel bang dat deze dat heeft gecheat. En nog steeds. Deze keur ik niet uh, uh, goed. Want. Hij heeft al kwart, hij heeft wel een beetje IC2. Hij heeft wel een beetje dit. Maar het is net niet genoeg. Die vorige wereld had wat, wat meer. Want die had meer machines. Wat meer in depth. Hij maakte lava. Hij maakte. Um, dit en dat Hij was iets beter Maar, dus deze laat ik dus niet toe En, tja Dit is gewoon Wat is hierboven eigenlijk Vraag ik me af Even kijken, tinkers Aha En hierboven, niks En hier, aha Deze, deze ge dingen Geef je dan wel XP, dat kun je wel zeggen Maar eigenlijk helemaal niet veel Even kijken hoeveel ze geven Nauwelijks. Maar het is wel een tool. Nee. Ik, ik denk het maar niet. En dit ook niet. Oké. Okay, twee werelden, jammer genoeg, kon ik niet laden. Die crashte direct toen ik ze laden. Waren We de werelden van. Um, volgens mij Mohammed. En. Um, Barto. Dat was het, ja. Dus die van Barto crashte echt helemaal. Want die gaf een van de garen erg dat iets uh, mis was. En die van Mohammed crashte ook. Dus als jullie graag opnieuw willen sturen. Dan uh, kijk ik ze nog een keer. Even of uh, cam. Maar ja, um, welkom weer terug bij uh, de server. Dat is alweer een tijd geleden dat ik de laatste keer heb geüpload. Volgens mij wel elf dagen. Misschien wel twee weken bijna. Um, maar ja, er is heel, 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 heel veel veranderd. Want ik heb heel veel dingen off cam gedaan. Echt heel veel. En dat ben ik dit keer. Want um, dit had ik al tijdens een livestream gedaan. Ik heb dit hele plafond, muren zo afgemaakt. En. Ik heb trouwens een pinguin gevonden. Of niet één pingwing, maar. Um, er was een gegeven moment heel veel like in de server. En we hebben eindelijk uitgevonden waar die like door kwam. Eerst dacht wat is de Twilight Force. voor is, maar dat blijkbaar is het dat niet. Het was uh, een onderdeel van Jordi zijn basis. Zelf. Iets zachter zetten. En dat was. Hij in zijn basis had die, uh, een, um, oh ja, hij een. Hij had met zijn. Uh, met zijn applied en logistic, met zijn MA-systeem, had hij samen gedaan... Ik ga weg. Had hij uh, samen gedaan met zijn uh, um, logistic pipes. En dat crashte dus, blijkbaar. Dat lijkt de hele server naar uh, een TPS van 8. Nu is het uh, TPS, zoals je kan zien, is het uh, 20. Dat is veel beter. Dus uh, we hebben we eindelijk gefixt. Ik heb de uh, Twilight Force mod weer ingezet. En ik kan even wat tonen. Even erin gaan. Oh, even lag spike. Ik moet misschien een keer Optifine erin zetten. Want die mot helpt, helpt heel veel. En. Hallo. Oh, ik ga weer terug. Dat was niet de bedoeling. <laughs> ik haat die portals echt. Want je spant ernaast. En die kunnen zo weer heel gemakkelijk terug in gaan. En. Dit is zo leuk. Dus even moorden. Maar ja, um, even kijken. Waar heb ik mijn portal neergezet? Hier. Even doorheen gaan. En ik heb hier. Een kwar neergezet. En. Hij is uh, gestopt, zo te zien. Dit is een Hollow Hill, trouwens. En dit is een, een Hollow Hill. Zit helemaal vol met oors. Ik kan eventjes naar deze andere snel vliegen. Um, Best wel terug. Oké, okay, ik ben er nu bijna. En laat even uh, binnen kijken. Want ze zien er zo uit van buiten. En dan kun je direct zien: dit is een Hollow Hill. En als je naar binnen gaat. Oh. Je ziet een wonder. Echt iets moois. Ik kan eventjes night nightfishing aanzetten. En het wordt niet blij dus dat ik al in het licht zat. En als ik helemaal in het donker zit, dan gaat hij aan. Ja, nu zie je het. En je ziet hier allemaal heel veel mobs. En je ziet heel veel oorlogs. daar Diamond, redstone, lapis, Emerald daar. Beneden wat uh, sapphires, um, peridots en um, rubies. Echt, echt de Walhalla van de oors, maar ook de Walhalla van de slechte mobs. Um, als ik hier te lang ben, ga ik ook dood op een gegeven moment. Dat uh, is gewoon zo. Even uh, boven zien te komen. Even het weer uitzetten. Platen uh, is nog een tijdje. Even kijken wat het uitgang is. Die is hier zo. Dus als ik hier een quarry is, dan kan ik gemakkelijk alle dingen pakken. Heb ik ook gedaan hier. En toen vond ik trouwens ook dit ding. En hier zitten alle, alle penguins ook. En oh, ze zijn echt zo cute. En ik heb nog nooit zo'n ding gevonden. Ik, ik speel al uh, Vitamix al uh, anderhalf jaar. En ook elke keer met waar het Forest erin. En ik heb nog nooit zo'n ding gevonden. Maar dan komt er een, een video van Etho uit. En hij, Etho, vindt zo'n uh, pingwing. En uh, la, uh, raad eens wie je een paar dagen later ook eentje vindt. Ik. Dus ik heb uh, heel veel meegenomen. En Jordi heeft uh, uiteindelijk een uh, spanner in mijn baas neergezet. Zo'n uh, ouderspanner van Minefactory Reloaded. En heeft er heel veel gespannen. Maar ja. Um, ik heb een car gezet. Hij stelde zien. Is uh, dit ding leeg. Moet ik even weer bijvullen nu. Ik had daar uh, helemaal vol gedaan. Maar omdat er hier zoveel te hakken is, is hij weer leeg gegaan, zo te zien. Dus even kijken, daar is mijn portal, even doorheen gaan. Dus Dat uh, heb ik dus ook gedaan. Behalve het MS-systeem afgemaakt, heb ik dit ook gedaan. Heel veel oors uh, gegrind, als het ware. Dus even uh, de loot tonen. Want ik ben er zelf benieuwd hoeveel ik gekregen. Want ik heb er geen deel veel te zijn. Moet ik zelf even kijken, natuurlijk. Dus even naar beneden gaan. Want ik heb hier trouwens een nieuwe trap aangelegd, als deze. Dat is deze. Dus niet meer heel erg derpy ja, hier langs naar beneden. Het is nu gewoon uh, hier. En trouwens, Boris, um, uh, de server, die woont nu hier. De, hier tegenover mij. Vonden we ook leuk. En het is net niet symmetrisch met de, zijn deur. Maar ja, dat maakt niet uit. En hij doet heel veel Ars Magic aan de server. Maar ja, even naar beneden gaan. Dan toon ik eventjes uh, de loot. En ik kan ik dit ding even bijvullen met uh, mijn lava-generators-dingen. Even kijken. Dan gaat het mooi snel. Maar het duurt heel lang nog steeds. Even kijken. Wow, ik zie het nu al. Dat is aardig wat. Even dit erbij doen. Ik heb trouwens um, heel veel uh, uh, storage dingen gemaakt. Dat kun je zien, allemaal 4K. En, maar ja. We zien. Ik heb zoiets in heel veel redstone gekregen. Heel veel kool. Um, heel veel lapis. Even zoeken op oor. Oké, okay, heel veel oor zo te zien. Dus, um, Want toen ik hem aanzet had ik, dus, had ik 21k. En nu 44k cobblestone. En. Redstone is volgens hem omhoog gegaan. Laap is dus. Uh, la uh, diamond veel omhoog gegaan. Dus uh, het werkt perfect. Dus ik ga nog. Uh, die andere heel nog even leeghakken. En. Oh ja, trouwens Jordi stilt tegen mijn power. En dat haat ik. Um, ik heb trouwens hier een uh, jab. Alleen het werkt niet. Dan gaat hij tot de kop. En ik heb trouwens. Een, uh, mijn allereerste pinguin die ik gevonden had. Heb ik een naam gegeven. Dat is die pinguin van mijn Twitter account Die er ook. Uh, als. Uh, foto ziet. Ga weg. Sterf. Ehm. Um... Die is hier ergens. Ja, Quarkie heb ik het genoemd. En daar laat hij dat weg. Huh? Oh, ik dacht al, maakt het ding een kipgeluid. Maar hier is de kip blijkbaar. Waar is de kip? Dat is die kip. Ik dacht al, dat, dat klopt niet. Dit is trouwens mijn oude quarry setup. Moet ik er even uh, een keer helemaal opruimen. Maar ja, um, laten we even naar beneden gaan. Toen dan toon ik de uh, Applied and Logistics dingen. Want die mod is zo so awesome. Um. Al die pinguïns. Bedankt Jordi. Ik, als ik ze hier doorheen gooi, komt ze bij zijn basis uit. Want die is hier. Maar ja, ehm. Um, als je kan kijken, ik heb heel veel recipes erin gezet. Niet super veel, maar aardig wat. Ik heb gewoon wat houdingen. Heel veel van die uh, Applied Logistics recipes erin gedaan. En. En alles kan je even hierin uh, tonen. Dit zijn alle recipes. Dus kijk eens maar eventjes. Er zijn echt niet superveel, maar het, het is redelijk wat. Um, als ik bijvoorbeeld hier zeg um, maak um, twee staal, wat er dan eerst gebeurt, is volgens mij gaat er dan, nee toch niet? Of begint hij direct al? Oké, okay, hij beg begint direct al, zie je? Gaat iron in, gaat er uh, coal in. En als coal dus op is, gaat hij dus eerst coal dus maken, want ik heb hier uh, coal dus in gezet en andere dingen. En uh, Jordi, bedankt nog trouwens voor het uh, helpen hiermee. Want uh, de hele tijd dacht ik, waarom werkt het niet? Maar ik moest blijkbaar met dit ding moest ik de richting A eventjes uh, instellen. En daarom uh, werkt dat eerst niet. En dit is helemaal bijna vol. Maar wat ik ook ga doen, ik ga hier achter het chest inzetten. En dan doe ik de overige patterns die ik nog uh, hierbij heb, die doe ik er eventjes uh, daarin. Bijvoorbeeld als ik uh, deze niet meer nodig heb, hou ik er ze gewoon eruit. En dan uh, doe ik ze daar eventjes in. Zoiets. Dus ja. Ehm, um, wel hartstikke vet natuurlijk dat het allemaal mooi werkt. Dus ik kan even kijken, wat kan ik even nu maken? Ehm. Um, um, volgens mij. Rein. Ah, mooi. Of heb ik die al uh, geplaatst? Oké, okay, ik heb die geplaatst, want ik heb nu eind deze ding aangesloten. Want eerst miste ik dat van die casings nog, maar nu niet meer. Dat is uh, goed. Even kijken. Ehm. Um, wat heb ik nodig? Laat ik even wat tonen. Laat ik wat um, deze dingen craften. Gewoon acht stuks. Wat doet hij dan? Nou, even kijken. Even wat hij nu uh, doet. Hij maakt nu eerst deze dingen. Zouden we zien. Dus even kijken. Perfect. Hij maakt nu deze. Dat klopt niet. Wat? Oké, okay, nu doet hij iets heel raars. Volgens mij gaat het zo vastlopen. Want wat hij nu in zit is niet echt een kloppend recipe. Hmm. Raar. Ja. Ja, uh, wat kunnen we nog nu doen? Want ik denk dat de Apps al uh, de tijd al voorbij is hier nu. Misschien is het een beetje kort, maar ja, ik heb het druk met school weer. School is weer begonnen voor mij. Ik heb dat aardig wat toetsen. En het is direct weer mijn vakantie. Ik heb. Uh, ik had dus, nog dinsdag had ik nog vrij. Kijk, nu, nu hangt hij. Goed zo. Applied en logistics. Nu hangt hij. Prachtig. Kijk, nu niet meer. Ik heb hem gered. Stom systeem. Uh, ik had dus nog dinsdag nog vrij, woensdag les. Uh, heel veel toetsen, net als donderdag. Vrijdag examen. Stunt. En vrijdag, op het einde van vrijdag heb ik nog uh, een tentamen. Dus daar moet ik heel veel voor leren. Dus daarom ook even een korte episode nu. Morgen komt uh, een review van uh, de Friends mod. En overmorgen komt natuurlijk weer uh, Midnight Gloom. Dus, uh, en daarna uh, stream ik wel weer eventjes, denk ik, omdat het weer vrijdag is. Of ik stream zaterdag. Ik zie wel. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken. En in de vakantie komen we gewoon weer veel meer uploads. En dat is nu een beetje. Of wat langere uploads. Want dat is nu gewoon een beetje. Ik moet leren van toetsen. Ik heb het tentamens dus om in te halen. Want ik had 6,9. En ik vind dat uh, te laag. En ik heb nog uh, een herkansing. Dus uh, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.